Vice-president Ronnie Brunswijk is niet op de hoogte van een naamsverandering van ABOP-topper Joël Martinez, meer bekend als Bordeaux, die onlangs is opgepakt door de Braziliaanse politie. De functionaris sprak journalisten gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers. Bordeaux is aangehouden voor een aantal strafbare feiten. Brunswijk zegt dat hij ook geen uitspraken wil doen over het verloop van de strafzaak tegen Bordeaux. Nee, maar Brunswijk is onhandelbaar daardoor. Die medewerker van sociale zaken is daar, ik was bij mijn moeder daar bij de school. Ja. Dus ik reis naar daar. Die deze kalpol hebben ze niks. Ze kunnen niks geven. En dat is belachelijk hoor. Dat is wel opvallend, want opvallend? De president gaf ze. Maar misschien aan de ziekenhuis, maar geen Marvin. Marvin geeft niks. En dat is zo, ik ga voorstel doen dat ze maar sluiten. Want je kan niet een ziekenhuis daar hebben, er is niks erin. En die mensen blijven daar, s'avonds. Geen stroom in het donker. Ons ziekenhuis zonder een backup generator. Kan niet, bestaat ook niet. Maar goed, ik ga straks met de Brunswijk zelf daarover praten. Nee. Brunswijk zegt uit de media te hebben vernomen dat Bordeaux mogelijk een naamsverandering heeft ondergaan. Hij benadrukt dat er binnen de ABOP-top ook niet naar vervanging voor Bordeaux wordt gezocht. Ik was ook niet vervangen. Ik ben hier. Brunswijk is hier. Ik ga die plaats van Bordeaux. Ik heb geen enkele plaats. Die plaats heb ik. Ik heb alle plaatsen hier in Suriname. Ja. Jullie gaan versteld van staan. Mijn God, luister, laat me wat vertellen. Dat is podium daar. Ik praat met de president. President, vice-president. De voorzitter van VAP, voorzitter van ABO. Wij zitten in de politieke top. Wij praten daar. Dus wat de tweede lijn of de derde lijn wil zeggen, interesseert me niet. Ja, ik weet dat die belangen zijn er en wij als leider weten precies hoe we dat ding gaan managen. Dus dat is geen probleem. Over de komende verkiezingen zei Brunswijk dat hij geen politieke partijen uitsluit om samen te werken met de ABOP. Hij vindt het overigens wel vroeg om nu aan te geven met wie zijn partij gaat samenwerken.